Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Goedzooi. Bubbles, pretty bubbles in the air. They fly so high, they nearly reach the sky. Then, like my dreams, they fade and die. Fortune's always hiding from me. I've looked everywhere. Bubbles, pretty bubbles in the bubbles in the air. They fly so high, they nearly reach the sky. Then, like my dreams, they fade and die. Fortune's always hiding from me. I've looked everywhere. I'm forever blowing. Bubbles, pretty bubbles in the air. Dank jullie wel! Toch een mooi trio deze avond nog uitgenodigd voor deze Jazz Talk. Het is de vierde. Heel erg tof dat je kijkt. Want 4 dagen Breda Jazz begint natuurlijk traditiegetrouw met Hemelvaart. En dan weet je, het hele weekend kun je zwieren en zwaaien in de Baroniestad. En dan vinden we het heel erg leuk om jou daar iets van mee te geven. En dat doen we dan dus via Breda Nu en via Omroep Brabant maken we een tijdelijke tv-studio. Die zit in de tussentijd. Dat is het voormalig Breda's Museum. Misschien heb je hier vroeger nog wel een expositie bekeken. Nou, dan kun je nu van alles doen en feestjes vieren. En daar is gewoon nu eventjes onze tv-studio. Maar aan alle mooie dingen komt een eind. Zo ook aan je Hemelvaartweekend en zo ook aan Breda Jazz. En afsluiten, dat gaan we dit uurtje dus doen via Breda Nu en via Omroep Brabant. En met dit weertje, ja, ook 's avonds is het nog hartstikke zwoel en warm. En dan zeggen ze natuurlijk, Brabantse nachten zijn lang. Dus even kijken hoe dat het was toen onze Sam Franke gisteravond op pad ging. We staan hier op het water. Het is nog geen Breda Drijft, het is Breda Jazz vandaag. Alweer dag 3. Ik ga weer hier op pad en vandaag gaan we op zoek naar de Best of Jazz. Ben ik hier op het juiste adres?
Jazz? Ben ik hier op het juiste adres? Van de... hier op de juiste plek beland. Is dit de Best of Jazz? Dit is het allerleukste van heel Jazz Festival. Ik ben op het juiste adres gekomen, jongens. Dit is de Best of... Waarom is dit nou de Best of Jazz? Waarom? Kijk eens. Mensen staan hier te dansen. Helemaal niet. Mensen staan hier te feesten. Nee, ook niet. Wordt hier heel hard gezopen. Nee, ook niet. Ik denk dat je echt wel anders moet kijken, man. Is het jazz nou leuker in de late uren? Jazeker. En overdag is het ook best prima. Ik ben eigenlijk vandaag op zoek naar de Best of Jazz. Waar kan ik dat vinden? Volgens mij over een uurtje bij de Spinola. Is dit uw eerste dag? Nee. Met alle dagen hier? Nee, ook niet. Hebben jullie een beetje gescoord met de dames hier tijdens jazz? Oh, ik heb alleen maar koketten gescoord. Carnaval of jazz? Carnaval. Even zeggen jazz. Oh, nee, dat kan ik niet maken. We weten allemaal nu wel inmiddels dat ik wel hou van een lekker salsa dansje. Gisteren heb ik het geleerd. Eens kijken of het vandaag weer zo leuk is als gisteren. Dankjewel, hè. En zo zie je maar, zwoel en gezellig, dat was het. Dus ook in de avonduren in Breda op deze 49e editie van Breda Jazz. Jazz Talk, daar kijk je naar via Breda Nu en Omroep Brabant. En weer een hele mooie studio hebben we tot onze beschikking. En dat is mede mogelijk gemaakt door een gedeelte van het spul dat nu bij mij aan tafel zit. Dus Mitch en Elias, goedenavond, heren. Goedenavond. Elias, volgens mij heb je vandaag ook letterlijk nog moeten rennen, hè, om de hele ploeg vanochtend vroeg weer binnen te laten, toch? Ja, zeker. Het was 4 dagen iedere dag vroeg opstaan en de deuren open doen en zorgen dat alles op tijd klaar staat om de hele crew te ontvangen en ze een warm welkom te geven. En dat doen wij met alle plezier eigenlijk. Dankjewel namens Goedzooi, hè, want jij bent ervan, Mitch, jij bent er ook van. Ja. Voor de mensen die denken, Goedzooi, maken die goede zooi en wat voor zooi dan? Vertel eens, wat doen jullie concreet? Nou, wij maken sowieso goede zooi, dat op plaats 1, ja. Altijd. Wat wij doen is, we zijn een niet-traditioneel reclamebureau. Daar komt het in heel korte benaming op neer. En wij bouwen relaties en geen dingen. Dus wat we eigenlijk willen doen is met mensen zorgen dat ze een merk leuk vinden. Puur en alleen omdat het merk leuke dingen doet en iets goed wil doen voor deze wereld. En dat is wat wij doen aan de hand van hele idiote concepten, partypoppers. En evenementen en beelden en dingen. Alles. Ja. En dat doe je dus vanuit het Breda's Museum. Vroeger konden mensen hier door die mooie statige voordeur naar binnen. Hè? Die mooie dubbele houten deuren. Nou, dan loop je en dan sla je letterlijk linksaf. En dan ben je even in de tussentijd, hè, Elias. Ja. Dit kun je afhuren via jullie als je denkt, ik heb een goed idee, ga feesten of iets dan ook. Als je gaat trouwen of als je cavia-jarig is zelfs, kan je dit hier afhuren. Dat kan zeker, ja. Ja, maar dat is niet de belangrijkste reden. Nee. Want we zitten hier met het idee, hier komt straks Breda Botaniek. Dat is een concept van Synchroon. Dat zijn projectontwikkelaars. Zij ontwikkelen de stad met lef en liefde. En zij hebben bedacht, hier komen 60 appartementen, een hotel, een conceptstore, een restaurant en een botanische tuin. En zij hebben tegen ons gezegd, ja jongens, het staat 2 jaar leeg. Ga iets leuks doen, ga zorgen dat die doelgroep binnenkomt. En dat hebben we de afgelopen tijd hier gedaan. Goed, want vorig jaar inderdaad leerde ik jullie kennen ook. Toen hadden we nog iets minder planten dan nu zelfs nog. Ja, er zijn wat bijgekomen. Ja. Ja, dus het ziet er plantaardig uit. Dat is al een voorproefje dan ook. Maar ik wilde zeggen dat wij volgend jaar elkaar niet op deze plek dan tegenkomen. Nou, wij zijn natuurlijk bofkonten dat we hier hebben mogen zitten de afgelopen 2 jaar. Maar wij zijn sowieso bofkonten, want we zijn heel veel dingen aan het organiseren en aan het bedenken. Dus ga er maar vanuit dat er een andere locatie komt. Ja. In Breda ergens, waar we dit soort gave dingen ook kunnen doen. Wat dat is, weten we nog niet, maar dat zien we volgend jaar wel weer.
Oké, okay. Ja. En dan word je ook niet zenuwachtig van Elias en dan denkt, oh, ik weet nog niet waar ik volgend jaar in mei of in juni uithang. Nee, zeker. Zenuwachtig, worden we daar zeker niet van. We vinden het ook weer leuk om naar een andere locatie te gaan. En we vinden het ook zeker leuk om jullie daar weer 4 dagen te mogen ontvangen. Ja. Waar dat nog is, ja, dat staat nog even open. Maar dat houdt het wel spannend. Hey, afgelopen jaar, hè, ik heb jullie dus een jaar niet gezien, zo gezegd. Waar ben je nou het meest trots op wat je dus over de afgelopen jaar met Goedzooi hebt gedaan? Zo van, nou, dat stond. Zo, dat is een hele goede vraag. Voor mij is dat denk ik wel een campagne om van jezelf te houden. Die we op Valentijnsdag dit jaar hebben gelanceerd. En hoe zag je dat dan? Hoe heb je dat vormgegeven? Nou, dat was een campagne. Daar hebben we 15 mensen gevraagd om naakt te poseren. En die posters hebben we verspreid in de nacht van de Valentijnsnacht, 14, zeg maar. Ja, 13 op 14. Breda volgeplakt en mensen laten zien dat elk lichaam mooi is. En dat was eigenlijk het hele idee dat jongeren daarmee hun eigen lichaam ook meer gingen accepteren. Want iedereen is mooi zoals je bent. Of dat nou dik, dun, lang, groot, klein, zwart, paars is, maakt niks uit. Je bent mooi zoals je bent. En dat hebben we zo proberen te laten zien. En dan wel herkenbaar in beeld. Hè? Want ja. Je hebt genoeg van die campagnes zo van, daar kun je met je lijf in een tijdschrift, maar dan knippen ze je hoofd er nog af als iemand niet weet. Nee, het was gewoon echt alles. Ja. Echt alles. Ja, puurder dan dat kon je niet krijgen. Nee. Okay. En dat konden we ook niet maken. Dus no dat Photoshop. Ja. Oké, okay. Ja. Mitch, volgens mij heb jij hem ook meegedaan, toch? En die campagne? Ja. En hij komt nu in beeld. We gaan moeder mensen. Nee, ik heb meegedaan in die campagne, maar ik ben uiteindelijk niet beland op de poster. Nou, ik was niet divers genoeg, laten we het even zo zeggen. En een witte, blanke, homoseksuele jongen, ja. En dan houdt, ja. Nee, dat had is, meer je best moeten doen. Ja, had toch meer mijn best moeten doen wat dat betreft, ja. Maar, dus, ja. Vond je, het lijkt mij super spannend. Dan denk ik, oh, stel je voor, je hangt zo. En dan word je daar nog eens op aangesproken van, nou, ja. Wat een hangbillen. Ja, we hebben de beelden gesplitst in drieën. Dus je kon ook niet zeggen wie het dan precies was. Nee, ja, dat was het spannende daar. Dus je kon bijvoorbeeld posters gaan verzamelen en dan gaan puzzelen. Ja, dat had gekund. Ja, als mensen hun best hadden gedaan, dan kon je dat inderdaad een ander lijf eruit maken, zo van deze combinatie. Ja, of je eigen lijf ertussen plakken. Ja. Hoe ontstaat zo'n idee dan? Zo van, we moeten iets met Valentijnsdag en niet dan alleen maar bonbons en dat is chocola. Omdat een klant met een briefing komt die heel scherp is. Van eigenlijk, zij zagen eigenlijk, jongeren zijn onzeker. En hoe gaan wij dat nou oplossen? En dan kun je wel claimen dat we het opgelost hebben. Hebben we ook een beetje gedaan. Dat we de onzekerheid onder jongeren hebben opgelost. Is natuurlijk niet zo. Maar dan komen we met een hele scherpe briefing. Wij willen dat oplossen. Hoe gaan we dat doen? En het mag een beetje rebels zijn. Want dat is Goedzooi. Het mag een beetje schuren. Zand in de slip. En noemen we dat hier. Zand in de slip. Lekker schuren. En dan gaan wij in een soort van war room. Dan gaan we met elkaar ideeën bedenken. En dan komt zo'n idee eruit. Ja. Hey, volgend jaar Breda Jazz, 50ste editie. Ja. Dat mag ook wel een beetje spannend en prikkelend, want jeugd heeft de toekomst. Ze gaan volgend jaar ongetwijfeld terugblikken. Je wil ook vooruitblikken dat het nog een halve eeuw mee kan. Ja. Breda Jazz mag ons bellen. Ik wou zeggen. Bij deze. Plopt er iets op? Ja, je moet inderdaad niet alles al weggeven ook. Nee, zeker niet. Dat willen we ook wel spannend houden. Maar dat is wel een heel leuk idee. Ja. Wie weet. Denk er even over na, mannen. Ja. Inderdaad. En, we gaan weer afronden. En vorig jaar deed Sander het natuurlijk. Ja. En dat lukte hem niet helemaal. Dus ik wil jou uitnodigen om het nu te proberen. Okay, en dan doe je het samen draaien? Met Elias proberen. Gewoon draaien. Elias? Ja, je moet gewoon draaien. Hij staat niet, aan de goede kant. Niet in de gezichten, hè? Nee. Oh, nee, hij moet aan de andersom draaien. Ja, sorry. Nee, andersom. Andersom. En dan willen we gewoon aan de onderkant draaien. Ja, nee. En verder naar onder je hand. En tellen we af? We tellen af. 3, 2, en dan je hand hier zo een beetje daaronder. Ja, onder. Ja. En dan draaien. Oké. 3, 2, 1. Dit is echt weer de anticlimax van de dag, hoor, mensen. Kijk. Seriously? Er zitten mensen in de regiekamer gelukkig te lachen. Zitten. En dan gaat het alweer. Geef maar. If you do the honors. Dankjewel. Tot volgend jaar. Oh, dat zit nu op een andere plek, zoals ze bij Breda Jazz dan zelf ook zeggen. Don't know where, don't know when, but we'll meet again some sunny day. Dank jullie wel. Het is jullie eigen toko, dus jullie ruimen dat straks op met de Kruimeldief, hè? Ja, Sander. Gelukkig, alles komt helemaal goed. Dankjewel, Elias. Ja, je bedankt. Van Goedzooi. Als je dus nog denkt, ik heb een goed idee, ik heb ze nodig, ik wil echt dat het schuurt. www.goedzooi.com. Even bellen. Ja, dat mag niet zeggen. www.goedzooi.com. Mogen we niet zeggen. Zand in je slip. Die kun je ook nog claimen.nl. Ja. Hey. We gaan nog eventjes terugkijken naar gisteravond. Want ik ben als een vis in het water met dit soort dingen als het over muziek gaat. Ik word daar heel erg gelukkig van. Dus het presenteren van Jazz Talk deze avonden, dat is één groot feestje. Maar gisteren kon ik mijn feestje nog eventjes
een leveltje omhoog doen. Want ik wist, onze uitzending die zit er ongeveer zo laat op. En als ik dan heel erg hard ren, dan kan ik het nog halen naar de havenmarkt. Want daar staat dan namelijk mijn, ja, ook alle andere bands zijn super tof. Maar mijn favoriete band met Breda Jazz is nou eenmaal Jazz Connection. En toen vroeg ik, mag ik alsjeblieft een liedje meedoen? En ze zei ja. Dank jullie wel. Ik kreeg hem echt niet goed. Je kan me echt niet blijer maken ook. En het was zweten onder die lampen ook nog. Maar hey, ik hoefde dan maar één liedje vol te houden. De man naast mij, die heeft dat al meerdere dagen ook gedaan. Dat is Bart Wouters. Hoi. Ja, zeggen we dan maar gewoon weer een hele goede avond. Dankjewel nogmaals dat ik gisteren even zoete inval mocht doen bij Jazz Connection. Luister, dat vinden wij bij Jazz Connection altijd leuk. Ik zag een nieuwe drummer trouwens. Dat klopt. Achter de kit. Dat klopt. Primeurtje. Ja, we hebben een nieuwe drummer. Michel van Kalmthout. Robert van Kalmthout. Ja, leuk hè. Ja, en er was ook zijn doop en die was gewoon op Breda Jazz. Ja, precies. En dat is ook eigenlijk voor ons de enige zinnige plek om zo'n primeur te doen hè, op het Breda Jazz Festival. Nou, daarnet heb je ook alweer gespeeld, want wat je doet is niet alleen voorzitter zijn van hot naar herrennen natuurlijk, maar ja, ook heel veel spelen zelf. Ja. Maar ik wil nu even gewoon jouw voorzitterspet op voor deze Breda Jazz Bart. Prima. Want heb je al iets van aantal bezoekers of zo? Hoe snel weet je dat of dat dit drukker was dan vorig jaar? Nou, het was niet drukker dan vorig jaar. Kijk, we hebben geen tellers aan in alle straten staan, dus wij... We weten niet, ik bedoel, het is geen exacte wetenschap. Vele 10.000 bezoekers per dag. En als ik vraag altijd diverse mensen hè, vanuit verschillende hoeken van nou, hoe is jouw beleving? En donderdag was echt gewoon een ouderwets drukke dag. Mm-hmm. Vrijdag, wat traditiegetrouw een wat rustigere dag is, hè, dat is ook gewoon weer een werkdag. Maar was drukker dan afgelopen jaren, dus dat is leuk. Zaterdag was ook gezellig druk, 's avonds wellicht ietsjes rustiger, is een geluid wat ik toch regelmatig hoorde. Maar ja, nou ja, goed, je was er zaterdag. Ik heb gezien, ja hoor, druk zat. Genoeg mensen. Ja. En vandaag, ondanks het warme weer, toch echt heel gezellig druk in de stad. Dus ja, wat moet je dan zeggen? Ja, we zeggen al vele 10.000 per dag. Ik kan er een cijfer aan hangen, een getal aan hangen. Maar inmiddels is het toch 250.000? Nou, nee hoor, dat hebben we niet gehaald. Nee, okay. Dat hebben we niet gehaald. Maar ik denk tussen de 175 en de 200.000 man, daar komen we wel aan. En nou, dat is al gezellig genoeg, vind ik, in een binnenstad van Breda. Hoe sluit je dan af? Want het was voor jou redelijk rennen om dan nog de Jazz Talk Studio te halen. Want dat is ook, net zoals de opening is een traditie, een ceremonie, sluiten ook. Ja, het slotconcert. Ja, dat is, en iedereen is er welkom, maar er is altijd een clubje intimie die dat weet, die er is. En er zit nog steeds het zaaltje vol in de avenue, in de Waterstraat. Daar komen nog één keer dan een keur van de festivalsverlisten samen. Daar spelen we een paar liedjes nog ter afsluiting. Wat daar altijd gebeurt is dat er dan de Kobe Award wordt uitgereikt. Hè? Dus de prijs. De vriendschapsband met Kobe, met Japan. In Japan. Ja, dus die is uitgereikt. En dan nemen we gezamenlijk afscheid van het festival met een We'll Meet Again. Ja, Fairlin wordt dan even gezongen. En dan vloeien echt traantjes. Ik zit nu al 11 jaar in bestuur en ik heb het al 11 jaar niet droog gehouden. Dat is toch heel raar. De rest van het jaar kan het al best goed, maar daar niet. Ja, heel gek. Is dat dan misschien ook, ik wil er niet aan afdoen aan hoe mooi het moment is, maar ook een beetje vermoeidheid? Tuurlijk. Ja, tuurlijk is er ook vermoeidheid. Maar ook wel... Gewoon de trots en de blijdschap dat je dat gewoon met zoveel mensen voor elkaar hebt gekregen. Ja. Dat is supermooi. Ja. Hoeveel uur heb jij geslapen de afgelopen dagen? Nou,
Ik denk gemiddeld 4 uur per nacht. Oh. Ja. Nou, oh, vandaar de koffie ook hier zo. En, die heb ik al meteen omgestoten. Ja. Ja, sorry. Ja. Ja. En hoe ziet morgen er dan uit, meneer de voorzitter? Gewoon telefoon uit. Je weet het, Bart is 24 uur Nee. Het gaat toch nog wel even door. Ik heb met mijn collega bestuurder Willem afgesproken dat we deze maand ook echt gebruiken om meteen door te pakken. Ook richting richting onze sponsoren, maar ook een aantal gegadigden die echt hun interesse voor het 50ste festival hebben uitgesproken. Dat moet natuurlijk geëvalueerd worden. Maar even heel korte termijn. Morgen word ik dan nog in het hotel wakker, dat is dan nog lekker. Mm-hmm. Even ontbijten, spulletjes pakken, terug naar huis. Morgenavond gewoon weer spelen. Dinsdag gewoon weer werken. Ja, dat wordt dan de hele grote schakeling. Ja. En zo hobbelt die week weer door. En weet je. Respect. Uiteindelijk, zo'n organisatie van een festival gaat een heel jaar door. En we mogen dan in de zomer 3 weken, 4 weken op vakantie. Ja, natuurlijk, dat hoort er gewoon bij. We zijn allemaal vrijwilligers. En officieel, laatste week augustus, starten we dan de hele organisatie weer op. Maar dan moeten alle evaluaties en de dingen die voor zo'n opstart gebeuren, moeten dan al gedaan zijn. Hey, straks praten we nog even door. Ja. Volgend jaar dan is het goud. Ja, 50ste editie, ook Bart. En ben ik benieuwd wat je andere podia wil. Überhaupt, we hadden er. De kaart zag er een beetje anders uit met de plattegrond. Met wat andere plekken ook nog. Ja. Bijvoorbeeld, Hotel Nassau is zo'n nieuw podium erbij. Klopt. Heb je hem zelf kunnen bezoeken? Ja. Had je er tijd voor? Ik heb hem 2 keer bezocht en ben er 1 keer langs gereden. Dat laatste was de eerste keer dat ik er langs reed. En ja, ik had een. Ik vond het een fantastisch mooi initiatief, die Jazz Boulevard bij Hotel Nassau. En ik wist eigenlijk niet goed wat ik ervan kon verwachten. Zouden mensen daar wel naartoe gaan? Ja. Nou was de programmering op dat podium best sterk. En ik reed daar langs in een busje met mijn spulletjes onderweg. En ik zag daar een band, ik weet niet eens welke band het was, maar ik zag vooral een heel vol plein. Ik had echt zoiets van, yes! Mooi, gelukkig. Gaaf. Ja, zeker. Want dat is voor Hotel Nassau leuk, maar dat is natuurlijk voor ons als organisatie ook fantastisch. Want dat betekent dat we daar volgend jaar gewoon weer mee door kunnen. En ook en dat wellicht wel weer wat uit kunnen breiden. Who knows? Nou, precies. Hoe dat eruit zag, dat Hotel Nassau. Nou, daar was natuurlijk zon overgoten en Joyce Witte ging eventjes die kant uit om de wateren te testen. Deze locatie is nieuw hier met een podium. Hoe vindt u het hier zo? Ruim. Mooi. Mooi uitzicht. Leuke dansers erbij. Ja, goed idee. Wij kwamen al toen ze nog in het turfschip zaten met het jazzconcours. Met onze kinderen en vrienden, de hele meute. En we kampeerden bij een boer in Ulvenhout met de hele club. Ontzettend gezellig. Dus zodoende. En nog steeds volhouden, maar nu met een lekker bankje er ook bij. Ja. Hoe vindt u het hier bij de band onder leiding van Joep Peters? Ja, het zwingt wel. Maar we kennen Joep natuurlijk ook wel 40 jaar geleden. En dan is hij wel 40 jaar ouder, laat ik het zo maar zeggen. Mag ik het zo bij laten? En bent u speciaal wel hier naartoe gegaan, naar deze plek nu voor deze band? Of bent u gewoon, maakt het niet uit? Nee, we dachten dat het de Original Victoria Jazz Band was. Maar het was een andere band. En toen bleven we hangen. Ja. Dat is een band die al bijna een eeuw meegaat. Nou, Breda Jazz, die tikt volgend jaar gewoon het gouden jubileum aan. En dan hoop ik ook de muzikanten die hier zo bij me staan, daar ook weer te zien. Graag gezien hun gasten. Blij dat ze richting de Jazz Talk Studio zijn gekomen deze avond. Harry op de piano, Bart achter de contrabas. En Miss Angela gaat zometeen een mooie moppie zingen. Ik zie aan de jurk dat de How About Rita pet opstaat. Dat klopt helemaal. Je bent goed geïnformeerd. Inclusief de schoenen. Gisteren zat je al bij me aan tafel voor de mensen die het gemist hebben, dames en heren. Geweldige schoenen met hele mooie hakken. En dit zal jou deugd doen dat dit gewoon een tapijtje is, hè? Ik ben zo blij. Een kierloos podium. Gisteren bleef ze hangen. En toen floepte ze naar voren.
En stond ze even op blote voeten nog. Goed, je zei gisteren tegen mij, vandaag ga ik nog wat dingetjes kijken. Kon je die belofte met jezelf nog houden? Zeker, het was heel erg warm, dus ik heb wel wat minder rondgeslenterd dan ik van plan was. Maar ik ben gaan kijken naar die Festival Surprise Bands, die vond ik heel erg leuk. En ik heb eventjes gekeken bij de Original Victoria Jazz Band. Ook hartstikke leuk om die te zien op de Grote Markt. Hoe vond je het vandaag qua sfeer? Zat het weer goed, ondanks de temperatuur? Mensen toch keen genoeg? Ontzettend gezellig. Echt heel erg leuk, ja. Hey, voor volgend jaar, met How About Rita, een klein vogeltje fluisterde maar in dat er een soort Peggy Lee tribute aan zit te komen. Klopt dat? Wederom goed geïnformeerd, even. Want hoe zat het, hè, met die dame? Hè? Echte naam is Dolores, geloof ik. Hè? Ze heet helemaal niet Peggy Lee. Ze heet Norma Ekström. Nou nee, daar verkoop je geen zalen mee uit. Hè? Sorry alle Norma's, niet boos worden, maar Peggy Lee is veel leuker. Ja precies. Nee, dat is inderdaad haar artiestennaam. Maar volgend jaar is het 100 jaar geleden dat ze geboren werd. En wij willen graag aandacht aan haar besteden, omdat we een aantal van haar stukken in ons repertoire hebben. En ook omdat zij ook heel veel composities heeft gemaakt. En haar stem heeft geleend aan heel veel Walt Disney films. Dus wij willen ook graag een stukje nu laten horen uit de Walt Disney film. Uit Lady and the Vagabond. Over Vagabond. En volgend jaar ons programma staat vol met Peggy Lee composities en arrangementen van ons op die liedjes. En volgens mij is het heel lekker om te zingen, hè? Want zij stond ook echt bekend om echt zoals ook een coole manier van zingen. Een beetje hees mocht het? Zeker. En heel zachtjes. Dat was haar handelsmerk. Zachtjes zingen, afdwingen dat de mensen zachter gaan praten. Of beter nog helemaal hun mond houden en naar jou gaan luisteren. Nou, dat gaan wij sowieso doen, want het podium is voor jullie. Dus ga lekker spelen. We zijn bijna compleet hier zo met How About Rita. He's a tramp, he's a scoundrel, breaks a new heart every day. He's a tramp, they adore him, and I wish that he could travel my way. He's a tramp, he's a scoundrel, he's a rover, he's a cad. He's a tramp, but I love him. Even I have got it pretty bad. You can never tell when he'll show up. He'll give you plenty of trouble. I guess he's just one count pub. But I wish that he was double. He's a tramp, he's a rover, and there's nothing more to say. If he's a tramp, they love him, and I wish that he could stay this way. A tramp, he's a good one. I wish that he could stay that way. Yes, I wish that he could stay this way. I wish that he could stay this way. Dankjewel, Harry Kanters, Angela Verrijthoven, Bart Wouters. En dat wil zeggen, bijna compleet is dit. How About Rita? Vraagteken erachter. Hebben we ook een cd gemaakt, ook dus als je nieuwsgierig bent geworden, check die dan ook zeker. Want een hele hoop liedjes die al heel lang meegaan, maar dan wel net even mooie andere compositie. En zometeen laten we ze vanuit de studio voor Breda nu in Omroep Brabant vanuit de tussentijd gewoon lekker nog een liedje spelen.
Ja, het was natuurlijk hartstikke goed weer, dus ideaal om lekker de hort op te gaan, om lekker bands te gaan kijken. En dat kon vandaag ook prima. En dan een van die podia, tijd om die eens te laten zien, het Spanjaardschat. Met daar op de bühne een man die een beetje Prince en een beetje James Brown kanaliseerde. En ja, daar horen natuurlijk hele mooie dance moves bij. En het is een showman in hart en nieren, die werden ook met deze temperaturen uit de kast gehaald. Jared Grant. Vertel me, deze stijl muziek, hè? Het is toch wel apart van een jonge gast dat hij dat speelt. Hoe ben je daar zo bij gekomen? Ja, eigenlijk ben ik ermee opgegroeid. Dus echt van als klein jongetje hoor ik deze muziek eigenlijk al, altijd. Dus bij mijn oma, er werden gewoon van die oude platen werden dan gedraaid. Van jaren 60, jaren 70, jaren 80. En eigenlijk is met een paplepel ingegoten eigenlijk. Nee, wat vinden jullie van? Oh, dit is echt waanzinnig! Ja? Wij hebben een keer zien spelen in Café Miles. Ja. En dat was zo'n waanzinnig feest. Dus toen we zagen dat hun hier op gingen treden, waren wij er al te kippen bij natuurlijk. Wat vind je zo leuk aan deze muziek dan? Dit is muziek vanuit het hart, vanuit passie. Dit is echt muziek. Ja, dit is goed. En kijk dan zelf hoe ze dansen. Eén groot feest. Wat vind jij er zo lekker aan deze muziek? Waarom pakt jou dit? Het organische. Er wordt echt een verhaal verteld. En ik weet, in mijn gevoel leefde muziek ook echt. Er waren toen nog geen computers, dus heel vaak hoor je van die schoonheidsfoutjes hier en daar. Kleine dingetjes, maar die het wel menselijk maken. En ja, ik vind dat vooral heel mooi aan de muziek. Heeft deze muziek nou ook met jazz te maken, vind je, wat jij speelt? Ik denk dat de roots uiteindelijk van de soul en de funkmuziek komt wel vanuit de jazz. Charlie Parker, zit dat er niet in? Ja, ook. Maar dat is wel anders. Die funk is wel later gekomen door een James en Sly en Family Stone. Maar de akkoordenprogressies en dingen zijn vaak toch wel van de jazz. Mensen deden goed mee, mensen dansten heel leuk mee. Dus een goede participatie. Dat is niet altijd zo, maar hier was het wel echt spot on, te gek. En maakt het nog verschil of je nou hier staat of dat je ergens anders staat? In een ander festival? Nee. En I got a you, Jared Grant, geïnterviewd door Michael Adriaansen. En check ook zeker zijn eigen muziek die hij maakt, want ja, nu hoorde je hem James Brown zingen, maar zijn eigen liedjes zijn ook heel erg tof trouwens. Man bij mij aan tafel, ja, hoeveel jazzfestival edities heb jij er al op zitten? Harry Kanters, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, 3 jaar geleden vierde ik hier mijn 40-jarig jubileum, dus het is de 43ste editie. Tellen we even door. Antoine Trommelen, die viert nu zijn 40ste, die noemde dat de Jazzversary. Jij hebt hem al gehad. Ik heb hem al gehad, ja. Veel gespeeld deze 4 dagen. Ja, het is elke dag wel 2 sets 's middags en 2 sets 's avonds, dus je blijft goed bezig. En dan zie je er nog zo super relaxed uit. Ja, het voelt van binnen wel anders, hoor. Ja. Ja. Hoe gaat jouw morgen er dan uitzien? Echt zo, jongens, uitslapen? Nee, morgenavond gaan we weer spelen. Oh, kom weer spelen. Ja. Daar blijf je jong bij, hè. Zeker te weten. Ja. Ik zet jou achter een piano neer en dan ben jij volgens mij in basis al een gelukkig mens. Dan gaat het gewoon gelijk recht door, ja. In ieder geval afgelopen donderdag, op vrijdag als ik het goed heb, stond je in het Stedelijk Museum. Ja. En toen samen met ook Michael Varenkamp, trompet en zanger ook, jullie hadden een programma gemaakt met oude en nieuwe stijl New Orleans jazz. Ja, met Michael Varenkamp doe ik eigenlijk elke maand een concert in het Stedelijk Museum. En toen dachten we, nou, dat is natuurlijk wel fantastisch als we dan tijdens het festival, als we dan wat groter uit kunnen pakken. Dus even samen met het festival hebben we dat rondgemaakt. En toen hebben we voor de pauze Old Orleans gedaan. En na de pauze New Orleans. Dus voor de pauze was dan met sousofoon en dubbele drums. Dus een snaardrum, drums en een bassdrum.
En verder een complete bezetting met ook met klarinet en trombone. Toen hebben we wat oudere stukjes gedaan. En na de pauze hadden we Harry Emery aan de bas en hadden we Erik Koger aan de drums. En dat is allemaal wel erg stevig. En toen kwam ook Benjamin Herman meedoen. Dus toen gingen we flink los. Ja. Nou, laten we eens eventjes gaan kijken hoe dat eruit zag. Mag jij me zo meteen vertellen of dat het nou nieuwe of oude stijl was? Of kijk even goed mee dat je zelf al een idee hebt en dan kunnen we er een wedje op leggen. Dit is hoe dat het eraan toe ging, vrijdag in het Stedelijk Museum. Durf hier wel veilig €20 op in te zetten, Harry. Dit was oude stijl. Dit was traditioneel, inderdaad. Ja. Ja. Maar dan, hè, je noemde er net al een Benjamin Herman. Ik denk als je willekeurig op straat vraagt aan iemand, noem eens een Nederlandse saxofonist, dat ze met zijn naam op de proppen komen. De ook kans een druk bezet man natuurlijk. Dus ja. Hij had tijd voor Breda Jazz. Ja, en hij vond het ook heel leuk om door ons uitgenodigd te worden. En hij had zich ook goed voorbereid. We hadden natuurlijk van tevoren hadden wat stukjes naar hem toegestuurd, of wat titels. En daar heeft hij allemaal goed naar gekeken. En het paste er perfect in. Hij deed dat geweldig. Dus het was een feestje. Ja. Maar was er dan echt even pauze zo van, oké, jongens, einde geschiedenisles. Over 10 minuten zijn we terug en dan... Ja, iedereen even een drankje. Mm-hmm. Even kennis maken, want ik had er nooit met Benjamin gespeeld. Dus moest even kennis maken daarna gaat het gelijk goed. Ja. Strak in het pak ook, neem ik aan. Hè? Is altijd... Hij wel, hè? Ja, echt. Ja, ik heb ook al een pak, maar bij mij is het toch uit een andere zaak als waar hij hem... Volgens mij pakt hij altijd echt Italiaans, denk ik ook. En warm ook. Dat mijn is ook Italiaans, maar toch gewoon uit de Nederlandse winkel. Je zit ook in de programmaraad voor Breda Jazz. Inderdaad. Wat doe je dan precies? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, wij komen dan al voor in het seizoen komen bij elkaar. Dus we beginnen in september, oktober beginnen we al bij elkaar te komen. En dan we zijn met de programmeur, met Roland Kompier, Roland en Ans. En dan Antoine Trommelen, Peter Mingaas en ik. Wij zijn dan in feite een soort adviesgevend orgaan. En we hebben allemaal onze eigen contacten en ideeën. Dus we schrijven dan op wat wij denken wat leuk is voor het komend festival om dan te vragen. En ik heb vrij veel internationale contacten. Dus ik kreeg zo adviezen van een drummer uit Zuid-Frankrijk. Die zei van, je moet deze trombonist nemen. Ah. En ik kreeg wat mensen uit Parijs en die zei van, je moet deze drummer uit Denemarken moet je dan nemen. En zij zijn zo ook zelf op het festival geweest, dus ze weten redelijk wat de sfeertje is van Breda. En zo komen we bij elkaar. Ik ken ook een paar mensen van een goede jazzclub in Sassenheim. En die hadden dan weer een band voorgesteld. Zei van, dat was bij ons een groot succes. Mm. Dus zo komt het allemaal bij elkaar. Je bent en dan... een soort Breda Jazz Google, ben jij? Ja, ik zit nogal natuurlijk in de wat meer de traditionele hoek. Maar omdat ik natuurlijk goed overzicht heb wat er in Europa gebeurt. Omdat ik veel met die mensen ook speel. En op het buitenlandse festival wat mensen tegenkom. En als het dan iets leuks is, dan schrijf ik het ook zelf op. En dan, Dan maak je notities. Maak ik notities en dan vraag ik even een kaartje. En dan, als het dan allemaal past, dan zijn ze hier. Ja. Nou, ik wil straks wel een beetje vooruitblikken op het gouden jubileum natuurlijk. Dus Harry, ik kom nog bij je terug. Met Bart er dan ook nog bij. Want er zullen vast ongetwijfeld al ideeën over zijn gemaakt. Maar het is nu nog eventjes tijd voor een beetje verkoeling. Want het was warm zat natuurlijk ook nog. Dus wie dan beter? Gisteren was hij gewapend met factor 50. Vandaag met iets heel anders om de argeloze Breda Jazz-bezoeker eventjes te verrassen. Mike Siebelink. De temperaturen worden nog hoger hier in Breda. En dat betekent dat wij als Breda nu zijn en Omroep Brabant even wat verkoeling gaan brengen aan de mensen. Maar ja, zo zijn wij natuurlijk. En ik zelf heb ook al wat verkoeling nodig. Dus ik ga even het water in. Houdt u het een beetje vol met dat warme weer? Ja hoor, op tijd pappen en nat houden. Hè? Pappen en nat houden. Beetje zo in de schaduw van de bomen, hè? Dat is wel een goed plekje. Dat is een heel goed plekje, we zitten hier perfect hier. We kunnen het hier nog wel even volhouden, dat gaat ons wel lukken. Jij zoekt lekker verkoeling in een ijsje vandaag. Zeker. Ja, welke smaak is het? Stracciatella en wat had ik nog meer? Iets met rozijnen, mannen. Zijn dat jouw favorieten?
super lekker. U heeft lekker de schaduw opgezocht. Goed, en een biertje erbij. Lekker biertje. Nou, dus, heerlijk. Tips, de ideale tip om vandaag er doorheen te komen? Gewoon lekker rondlopen, genieten van de bandjes, pilsje drinken, dan komt het goed. Heeft u nog wel eens verkoeling nodig? Absoluut, altijd. Ja, kijk. Okay. Help het, hey. Kijk. Kijk. Ja. Kijk eens. Beetje verkoeling, dames en heren, beetje verkoeling. Helpt een beetje, hè? Hop, zo. Kijk, dat helpt, hè? Doe maar zo over heel het terras. Ga maar staan. Doe maar op jouw papa. Over heel het terras, doe maar gewoon. Ja, over. Zo. Helpt het een beetje? Zo op uw hoofd nog? Ja. Zo. Kijk uit voor mijn dingen, hè? Voor u? Voor mijn haartjes, hè? Ja. Maar kijk. Voor de rest is alles goed, hè? Ja. Bevalt het een beetje vandaag? Ja, zeker. Bedankt voor de verkoeling ook. Ja, alsjeblieft. Ja, ik vind dat de mensen toch nog wat meer verkoeling... Ja. En hun heel dat terras allemaal lachen, hè? Ja, sorry. Dat was ook wel gewoon heel erg grappig. Je had er een beetje om gevraagd, Mike. Hij leeft nog. Hij had ook al eerder natuurlijk een dreun kunnen krijgen en een blauw oog ook nog. Wat sfeer, want gezellig zat is het in Breda deze dagen met Breda Jazz. Ongetwijfeld hartstikke trots, voorzitter Bart Wouters, op editie 49, denk ik. Ja, enorm trots. En wat ik vanmiddag bij het slotconcert ook zei, die trots, dat is hem niet... Natuurlijk, die zit in mij... Maar dat is trots op wat we met elkaar hebben gepresteerd. Het festival bestaat al ongelooflijk lang, hè? 49 jaar. Toen bestond ik nog niet. Dus ik ben er trots op dat ik er deel van uit mag maken. Ik ben er trots op dat ik daar een rol in mag spelen. Ik ben er ook trots op om te zien hoe al die vrijwilligers... de programmaraad tot logistiek, gastvrouwen, Piek voor de Muziek, de collectanten... De hele PR-team, hoe we met elkaar het Breda Jazz Festival organiseren... maar ook hoe we het met elkaar in beeld brengen. Ja, daar ben ik heel trots op. En Harry, ook trots, tevreden, gevoel waarop je terugkijkt. Was het een fijne? Ja, het is als je dan 4 dagen gehad hebt... en ik heb heel veel in die solistenbands gezeten... en voor hun is het allemaal best uniek. Die komen natuurlijk niet elk jaar hier. Dus er waren heel wat nieuwe bij. En de tijd van hun leven. En dat voelt natuurlijk ook goed, dat je dat hebt kunnen realiseren. Want er zitten mensen bij die dus uit jouw adresseboekje komen... uit jouw tiplijstje... Gebeurde het wel eens in al die jaren dat je mensen binnenhaalde... dat ze toch nog zeiden, Harry, ik wil even met je apart staan. Dit was echt waardeloos. Je moet me niet meer bellen, Breda. Nee, dat gebeurt absoluut niet. Nee. Maar je kijkt ook, je moet van tevoren een beetje kijken. Sommige karakters zijn wat moeilijker om bij zo'n festival. Want het is wel een festival waar iedereen wel moet werken. Ook muzikanten en zo. Je moet toch bereid zijn om 4, 5 sets op een dag te spelen. En dan s'nachts... Word je eigenlijk toch geacht om ook bij de jam session van 12 tot 2:30... om daar ook nog wat te doen. En, dus ja, wel werken. Ja. Okay, ja, die jam sessies zijn berucht en beroemd. Heb je ze zelf ook nog meegepakt? Is dat de reden van maar die 4 uur slaap per nacht? Ja, want als onze zeer gewaardeerde programmeur... mij en op donderdag en op vrijdag daarop inschaalt of inroostert... want een jam session is natuurlijk hartstikke leuk, maar je moet een basisbezetting hebben, want anders... Met 3 drummers, dan zijn we dit. Nee, dus er moet een drummer zijn, er moet een bassist zijn, er moet iets met akkoorden, dus piano of gitaar. Dan komen al die muzikanten echt wel podium op, dan denken ze, hey, leuk spelen, biertje bij, gezellig, la. En dan loopt dat door tot 2:30. Dan ben ik altijd, als ik daar dan op in geroosterd sta, dan ben ik al blij dat ik naar 5 liedjes over me heen kijk en denk, hé, hey, bassist. Mooi! Dat geven we even weg. Nou, een mooie editie en dus ook hulde aan de vrijwilligers, want anders dan is dit niet betaalbaar. Ja, niet te doen. Dat is niet te doen. Nee. Hey, je hebt ongetwijfeld al een beetje ideeën ook van wie je zou willen vragen, Harry, en wat je nog aan podia zou willen. Ik weet bijvoorbeeld een wens van jou zou zijn. Je komt aan met de trein. En dan stap je uit en dan loop je als eerste door het Valkenberg heen. Dat daar toch een leuk podium zou staan. Idee voor de gouden? Dat zou ontzettend leuk zijn, zeker. We moeten kijken of we het kunnen financieren. Maar een stukje daarvan hebben we al gerealiseerd. Want je komt aan met de trein
er was iedere dag een bandje in het station en op de Willemstraat. Dus tussen het station en het Valkenbergpark. Dus er was muziek. En ik heb inderdaad ook van verschillende mensen teruggehoord. Maar ook van een bandje toevallig vandaag die ik sprak. De Dixon and Cracker Jacks. Die zei dat was fantastisch. Ik hoop dat jullie dat vast kunnen houden. Want hoe blij mensen waren dat ze met de trein in Breda aankwamen. En meteen eigenlijk muzikaal verwelkomd werden in de stad. Dus het is wel, nou, dat is een leuke kleine uitbreiding. Nou ja, hopen dat we dat verder kunnen uitbreiden. En die jazzboulevard bijvoorbeeld, hè? Om ook een beetje een andere stroom te krijgen in de stad. Dat je ze iets anders kunt pakken. Durf je altijd te zeggen van, die zetten we volgend jaar weer op de plattegrond erbij. Wat denkt u? Ja, denk het wel. Mits we het financieel allemaal kunnen trekken natuurlijk. Maar nee, daar ga ik vanuit. Zeker. Ja, nou, het mooie is met Hemelvaart, Harry, je weet altijd al wanneer dat is, dus dan weet je gewoon, als je dat doortelt, dan is Pasen, dan is dus dan Hemelvaart, dan is het vier dagen bal, dus jij kunt ook al dingen in de week leggen natuurlijk, alles als je mensen vraagt. Van, ja, dat is stiekem ook al bij een paar mensen al een beetje gebeurd, want het is natuurlijk, ja, volgend jaar is het een bijzonder jaar en is het 50 jaar, dus het 50ste jazzfestival, dus ja, dan moet je iets speciaals doen en je moet ook wat mensen die misschien al een tijdje niet geweest zijn, maar vroeger heel veel succes hebben gehad in Breda, weer terugvragen. Dus die kant op moet je een beetje denken. Wil je al wat weggeven of is dat echt nog zo onder voorbehoud, top secret? Dat is nog redelijk top secret. Ja, dat gaan we even. Aanvullend op wat Harry zegt, hè, want ik vind persoonlijk 50 jaar Jazz Festival. Daar moeten we absoluut even stilstaan bij. Niet alleen de muzikanten die hier in de afgelopen 50 jaar zijn geweest en furoren hebben gemaakt. Maar ook voor 50 jaar vrijwilligers, ik noem maar iets. Maar daarnaast ook gewoon vooruitkijken, weet je wel. Nou, oké, we hebben nu 50 jaar Jazz Festival. Hoe gaat het zich nu ontwikkelen? Hè? Hoe gaat het zich verder doen? Je dit weer 50 jaar kunt doen. Dus tuurlijk. Je moet ook aanwas krijgen in de vrijwilligers. Merk je dat? Nee, niet alleen in vrijwilligers, maar ook in jong talent. In muzikaal jong talent, noem het maar op. Dus beide kanten is waar. En uiteindelijk moet dat gewoon één groot feest worden. Met zeker een hele mooie terugblik op de rijke historie van jazz. Maar zit je dan ook al affiches te kijken zo van wie hebben we toen nog gehad in programmaboekjes? En dan weet je nog, gaat het zo, Harry? Of schiet er al meteen 10 namen zo van, nou, die ga ik sowieso checken. Nou, er zitten natuurlijk een paar namen die zelf natuurlijk nog die gelijk boven komen. En we gaan inderdaad ook nog door wat oude boekjes heen kijken. En dus daar zal een stuk van komen, of een stuk van komen. En dan gaan er ook weer wat nieuwe dingen komen die we hopelijk, omdat het dan 50ste is, dat er ook heel veel bedrijven bereid zijn om dat dan extra te sponsoren. En dat we dus daar dan weer wat extra leuke bands nog kunnen laten komen. Absoluut, absoluut. Ja, want dat is natuurlijk ook, hè, behalve dat het qua muziek klopt, de hele organisatie die erachter zit, dat er inderdaad de vergunningen zijn en dat die sponsoren binnen worden gehaald. Dat is een aparte tak van sport, denk ik. Wat krijg jij daarvan mee, Bart? Nou, best veel. Dat is hard werken, denk ik. Zo niet alles. Ja. Nee, dat is hard werken. Nee, ja, tuurlijk. En eigenlijk willen we het clubje ook graag uitbreiden die daar zich mee bezighoudt. Willen we het festival kunnen continueren, ook na het 50ste, is het goed om de organisatie wat te verbreden. En dan met name binnen het bestuur. Gewoon een wat breder bestuur, meer accent op die sponsoring die heel belangrijk is. Maar ik heb er al vertrouwen in dat het goed komt. En ik weet ook dat er, zeker voor zo'n 50, er zijn al een paar bedrijven die hebben aangegeven, daar willen we natuurlijk onderdeel van uitmaken. En ja, bij deze roep ik natuurlijk ieder bedrijf op die dit hoort en denkt van, ja, daar willen we bij zijn. Nou, dat kan. Meld je eventjes aan, want, inderdaad. We willen natuurlijk flink uitpakken. Hè? Muzikaal zeker. Zeker. Ja. Zeker. Ja. En dan volgend jaar ook zelf spelen, hè? Gewoon. Als alles goed gaat, de gezondheid zit mee, dan staan jullie ook gewoon zelf weer meerdere keren. Ja, dat is wel de kerst op de taart voor. Harry zit sowieso iedere dag, een paar keer per dag op het podium. En kijk, ik heb ook mijn andere taken als bestuursvoorzitter, zeg maar, van het festival. En dat wil ik ook. Ik vind het ook belangrijk om gewoon in de stad te zijn, ook met mensen te praten. Daar moet gewoon tijd voor zijn. Dat is gewoon de thermometer erin stoppen en kijken hoe het beleefd wordt. Hè? De kerst op de taart is natuurlijk ook gewoon zelf op het podium staan en lekker muziek maken. Voor mij. Hey, volgend jaar gouden jubileum. Ja. Er zijn genoeg mensen die zeggen, dit is immaterieel erfgoed.
plak dat label er ook op, hè? Ja, je begint al te lachen, maar ze zeggen, nee, maar dat is wel zo. Ik weet het niet. Ja, ik ben ziek, preken voor eigen parochie natuurlijk. Jullie zeggen, ja, geef ons maar die titel. Zeker. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Gemeente Breda, fix dat gewoon dus eventjes dan nog. Hè. Voor zometeen, jullie gaan nog één liedje spelen zo in de bijna complete How About Rita opstelling. Heb je al bedacht welke je nog gaat doen? Want hè, je mist de drummer op dit moment nog eventjes. Ja, dus dat wordt dan heel ingewikkeld natuurlijk. Moet je nadenken? Ja, nou ja, we tellen direct af en dan hopen we dat we alle drie hetzelfde liedje inzetten. Zullen we het zo maar spreken? Ja, dat is goed, ja. Kunnen jullie dan zometeen die kant uit? Want dan doen wij nog eventjes een terugblik. Hè? Want jullie sluiten ook altijd af in de avenue hè, met Vera Lynn. Don't know where... Don't know when, until we meet again. En wederom laten we hopen voor volgend jaar op heel veel sunny days. Absoluut. Nou, wat hebben we geluk gehad hè, met het weer. Niet normaal. Ja. Zeker te weten. Flesje water bij goed insmeren en niet alleen maar die biertje pakken, ook water. En dan is het toch helemaal goed gegaan. Heb je nog lekker een beetje kunnen bruinen, ook tijdens deze Breda Jazz. We pakken nog eventjes voor je een mooie samenvatting voor deze Jazz Talk. En die begon natuurlijk op donderdagmiddag Hemelvaartsdag. Daarmee gaat het festival... officieel worden geopend. Jullie hebben elkaar hier ontmoet op het jazzfestival. Inderdaad. 35 jaar geleden. Ja. Hoe ging dat? Ja, nou ja, liefde op het eerste gezicht. Je kijkt elkaar eens aan en denk je, nou, ja, wie weet wat er van komt, hè? Hij zit helemaal kwijt, of niet? Nee, helemaal niet. Ik speel maar 2 akkoorden. Dat is eigenlijk alles wat ik doe. Oh, dus eigenlijk... Zij doen het zware werk en ik doe helemaal niks. Eigenlijk doet u niet zoveel aan de groep. Ik sta alleen maar een beetje bij, man. U bent meer voor het plaatje, bent u de... Ik ben de baas. Ik zeg wat ze moeten doen. En voor de rest doe ik helemaal niks. Betekent in het Portugees bidden, gebed of opgewonden raken? Wat past het meest bij jou? Opgewonden raken. Opgewonden raken. Opgewonden raken. Opgewonden raken. Yeah. Ja, welkom dames en heren. Het is weer tijd voor de enige echte Jazz Talk Quiz. Wie maakte in het New Orleans in de jaren... Ik heb een vlag voor mijn hoofd. Wie maakte in het New Orleans in de jaren 20 van de vorige eeuw de eerste belangrijke jazzopname? Louis Armstrong. Is dat die fietser, dacht ik? Nee, dat is toch die andere? We lopen echt zomaar op de Bonnefoy door Breda, maar deze muzikant hebben we allemaal een keer eerder zien optreden. Het valt me op heel subtiel en in deze tuin komt het geweldig goed over, vind ik ook. Ja. Hoe doe je de salsa? Zal ik het laten zien? Ja, wil je me laten zien? Ja. Als u een jazz-instrument zou zijn, welke zou dat dan zijn? Een Hammond-orgeltje. En wat is dat? Dat is een, zo'n orgel die je vaak hebt bij jazz. Een saxofoon, absoluut een saxofoon. Omdat ik dat het mooiste instrument vind wat ik ooit heb gehoord in mijn leven. Sketten is het gebruik maken van een melodie zonder te zingen. En dat gaat als volgt. Shit up the deep dive top. Wada padidi di di da ta doi. Ria bada ta ya. Wada dip doop 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 doop. Doobidi dabidi doobidi doo. Skidoobidi ba bam. Doo 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 doo. A ba 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 loo ba a ba bam boom. Brrrr ba ba. Wauw. Niet slecht. Oh, niet slecht. Dat is toch het understatement van de dag, dames en heren. Daarmee zit dan deze Jazz Talk erop. Dankjewel aan Goedzooi dat wij jullie tussentijd mochten gaan gebruiken. Voormalig Breda's museum waar zij in zitten. Dat dit onze tv-studio mocht zijn voor Breda Nu en voor Omroep Brabant. De samenwerking die ervoor zorgde dat er dus deze Breda Jazz Dagen iedere avond nog lekker een uurtje na te genieten was. Misschien was je zelf al de stad in geweest... En gaf je voetjes een beetje rust met een verkoelend drankje in je hand. En dat je dacht, ga even terugkijken. Of misschien dat je denkt,
potdorie, ik ben er niet geweest. En ik wil zeker volgend jaar die gouden editie meepakken. Want dan is het dus jubileum, dan is het 50 jaar Breda Jazz. Maar aan alle mooie dingen komt een eind tussen. Deze zit er ook bijna op, maar we hebben nog één live liedje te gaan. Dankjewel voor het kijken. Hele fijne avond. Trusten en als je moet werken, inderdaad, morgen ook weer. Fris vroeg op en tot later. Ik geef nog eventjes over aan Harry Kanters, aan Angela van Rijthoven en Bart Wouters. Bijna compleet zijn ze. How about Rita? How do we? Do I love you? Oh my, do I? Honey, indeed I do. Do I need you? Oh my, do I? Honey, indeed I do. I'm glad that I'm the one that found you. That's why I'm always hanging around you. Do I love you? Oh my, do I? Honey, indeed I do. Breda nu.